Het diepst van de crisis ligt inmiddels wel achter ons. De eerste voorzichtige tekenen van het beginnend herstel dienen zich aan. En langzaamaan lijkt het weer de goede kant op te gaan. En dan ineens zijn er weer nieuwe waarschuwingen. Dit keer zit er een herziening aan te komen van ons financiële stelsel. De Big Reset, zoals het is gaan heten. Hoe dat er precies uit gaat zien, dat is nog vaag. Wanneer dat allemaal zo gaat gebeuren, dat weten we eigenlijk ook nog niet. Maar volgens fonds-eigenaar en publicist Willem Middelkoop zit het wel degelijk aan te komen. Willem heeft er een boek over geschreven. Willem Middelkoop hier in de studio, welkom. Wij kennen elkaar, dus ik tutoieer voor het gemak. Welkom. Laten we even beginnen met het boek. Een nieuwe waarschuwing. Waarom? Waarom nu? Ik ben eigenlijk al 15 jaar aan het verdiepen in het financiële systeem. Mm-hmm. Daar zijn mijn eerste boek uit voortgekomen, zoals Als de dollar valt, waarin ik eigenlijk waarschuwde dat de kredietberg, die werd toch wel zo groot dat er ooit kredietcrisis zou moeten komen. Die kwam eigenlijk sneller dan verwacht. Daarna ben ik blijven verdiepen in het financiële systeem. Niet in de laatste plaats, omdat ik zelf ook belegger en investeerder ben en met die kennis hoop te profiteren. En dat bij mij geleid tot het idee dat het gaat nu weliswaar economisch beter. Ja. Maar diep onderhuids in het systeem is er eigenlijk niets veranderd. Hè. Kort na de crisis waren we er van achter gekomen dat het systeem zou moeten worden veranderd. Er is dan niks veranderd. En de problemen in Japan zijn zo groot. Hè. De staatsschuld is daar meer dan 200% van bbp. De problemen in Amerika zijn enorm groot. Die schulden daar die zijn gestegen tot 17.000 miljard. En stijgen elk jaar met 1000 miljard. In Europa hebben we grote problemen. Zelfs China heeft haar eigen kredietcrisis nu. Dus er is mondiaal behoefte eigenlijk aan een schuldsanering. Mm-hmm. En er is ook behoefte dat de dollar eigenlijk als anker voor het systeem wordt opgevolgd door iets wat crisisbestendiger is. Oké, je gaat nu heel hard. Ja. Je gooit nu heel veel tegelijk in een mandje. Maar laten we even kijken waar we nu staan. We hebben een kredietcrisis achter de rug. We hebben een eurocrisis achter de rug. In beide gevallen ging het hard naar beneden en deed het pijn. Ja. Er zijn, zeker in Europa, sindsdien heel veel dingen veranderd, heel veel dingen verbeterd. Er is toezicht verbeterd. De eisen aan banken zijn veel strenger geworden. Er zijn andere systematieken toegepast, waarbij ook spaarders gaan bloeden voor wanneer een bank in problemen komt, in plaats van de belastingbetaler. Kortom, we zijn wel een stuk beter af nu dan een aantal jaren geleden. Ja, maar als je dat analyseert, dan zie je dat we alleen maar branden hebben geblust. Uitslaande branden hebben geblust. En de ondergrondse veenbrand, mm-hmm, daar hebben we niks aan gedaan. En wat is dan die ondergrondse veenbrand? Dat is eigenlijk de schuldenberg die steeds groter is geworden. En die heeft geleid tot de kredietcrisis die in 2007 aan de oppervlakte kwam. In 2008 leidde tot die bankencrisis. Mm-hmm. In 2010 leidde tot de eurocrisis. Maar al die crisis zijn we te lijf gegaan door steeds meer geld te creëren. Lees schulden te creëren. Dus we hebben de schuldenberg groter gemaakt. Hetzelfde als dat je een oliebrand probeert te blussen door er alleen maar olie op te gooien. Hmm. Het is geen oplossing van het echte probleem. Oké, nu heb ik altijd geleerd dat schulden op zich niet zo'n probleem is, zolang ze maar betaalbaar blijven. De rente is laag. Juist. En daardoor hebben we het beeld kunnen creëren, vooral naar het grote publiek toe, dat dit hanteerbaar is. Dat we ons uit de problemen kunnen groeien. Is dat niet zo dan? Nee, er is net een hele belangrijke studie verschenen door het IMF. Wel vind ik een onverdachte bron. En daarin beweren twee hele vooraanstaande economen, Rogoff en Reinhardt. Mm. Die hebben zich echt verdiept in financiële crisis, kredietcrisis. En die zeggen, er is een sfeer ontstaan in westerse economieën dat we ons uit die problemen kunnen groeien. Dat is naïef, zeggen ze. Juist doordat die schuldenbergen alleen maar zijn gegroeid. Kijk naar Japan met die schuldsituatie van meer dan 200% van bbp. Om de economie extra aan te jagen wordt er nog meer geld gecreëerd. Kijk naar Amerika. Daarom is het nodig om op een gegeven moment te komen tot een schuldsanering mondiaal. Dat is eerder gebeurd in de geschiedenis. En dat zal opnieuw nodig zijn. En hoe gaat dat er dan uitzien, een schuldsanering? Ik heb een hypotheek. Ja. En misschien heb ik wel een lening op mijn auto. En misschien heb ik nog wel een kredietje op mijn creditcard. Verdwijnt dat als sneeuw voor de zon? Je begon al te zeggen, schulden zijn niet zo'n probleem. Hè, als ze maar hanteerbaar zijn. Er is nog iets heel bijzonders aan schulden. Schulden bestaan alleen in de boeken, in het systeem. Laat mij zien waar fysiek de schuldenberg ligt. Dus het is heel eenvoudig, technisch heel eenvoudig, om schuld uit de boeken te schrappen. Enig probleem is dat je aan de andere kant van de balans het spaargeld en het pensioengeld bijvoorbeeld dan ook weg moet schrappen. Ja. En daar wordt die bail-in regelgeving nu eigenlijk mondiaal uitgerold. Er wordt toegewerkt naar een moment, na 2015, dat een deel van het spaar- en pensioengeld gebruikt kan worden om die schuldenberg kleiner te maken. Ja, maar waarom zou je dat doen? Want dan breng je mensen in de problemen. Omdat simpelweg we in een situatie komen dat de schuldenberg eigenlijk niet nog verder kan groeien zonder het gevaar te lopen dat mensen het vertrouwen in geld beginnen te verliezen. Okay, laten we eens kijken naar de schulden van de VS bijvoorbeeld. Ja.
Bijvoorbeeld als we die in beeld kunnen brengen, de schuldenopbouw van de VS. We weten dat de Federal Reserve, die creëert 1.000 miljard per jaar, hè, 85 miljard per maand, wordt dan nu wat minder. En dat leidt ertoe dat die staatsschuld zo'n 1.000 miljard per jaar stijgt. Dit is een parabolische beweging, dat is exponentiële groei. Elke wiskundige, natuurkundige, statisticus weet, daar kan je niet onbeperkt mee door blijven gaan. Ja. Dus er moet iets gebeuren. Japan hetzelfde verhaal. In Europa hebben we onze eigen problemen. Dus zou Europa ook goed uitkomen met een soort grote schoonmaak, een herkapitalisering van de banken, met name in de zuidelijke landen, te realiseren. Dat ze allemaal in zo'n grote reset kunnen worden toegepast. Ja, maar hoe zie je dit dan voor je? Stel, ik volg even jouw lijn. Stel dat dat gaat gebeuren. Tegenover iedere schuld die een overheid heeft, of een particulier, whatever, staat natuurlijk iemand, of een partij, of een bank, of weet ik veel wat, ja, die geld geleend heeft. We zijn net door de hel gegaan in Europa om allerlei banken te redden. Waarom zouden die banken opnieuw in problemen brengen door die schulden door te strepen? Nou, nee, we gaan die banken juist niet in problemen brengen. We gaan een deel van hun schulden, we gaan een deel van de slechte leningen voorgoed, als het ware, wegwerken. Dat noemen we een schuldsanering. Als je terugkijkt ver in de historie, dan zie je dat 2000 jaar geleden waren er al zogenaamde jubilee years. Eén keer in de zoveel jaar werden schulden weggestreept, waardoor je weer eigenlijk opnieuw kon beginnen. Het is na de Tweede Wereldoorlog gebeurd. Amerika heeft haar schulden eigenlijk weggeïnflateerd in de jaren 30 door de goudprijs te revalueren en de dollar te devalueren. Dus wat ik betoog is allemaal niet nieuw. Het is bekend uit economische geschiedenisboekjes. Het is eerder gedaan. Alleen sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we het eigenlijk niet meer meegemaakt. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk in Afrika een schuldsanering gezien. We hebben in Mexico een schuldsanering gezien. Dus Komt de schuldsanering aan, zeg jij, wie gaat ervan profiteren? Particulieren, bedrijven of overheden? Het gaat heel veel pijn doen. Met name denk ik bij gepensioneerden en bij spaarders. Particulieren hebben er niks aan. Die gaan bloeden. Het gevaar is dat pensioengeld en spaargeld gebruikt gaat worden om het systeem te herkapitaliseren. Mm-hmm. Ik denk dat gepoogd gaat worden om dit toch eigenlijk zo soepel mogelijk in te voeren. Dat het gewoon leven gewoon doorgaat. Hè. De banken blijven staan, de beurzen blijven open. Alleen we gaan eigenlijk bovenin in dat systeem gaan we ervoor zorgen dat die dollar wordt vervangen door bijvoorbeeld de speciale wereldmunt die het IMF uitgeeft. Mm-hmm. De special drawing rights kan je daarvoor gebruiken. Dit speelt zich af op technisch hoger niveau, zeg maar. Je gaat nu wel hard. Ja. Maar goed, laten we even die schuldsanering voor waar aannemen. Overheden moeten onschuld worden op een of andere manier. In je boek besteed je ook heel veel aandacht aan wat jij noemt de war on gold. De oorlog tegen goud. Ja. Je betoogt dat centrale banken doelbewust proberen en geprobeerd hebben om de goudprijs laag te houden. Waarom zouden ze dat doen? Om het huidige dollarsysteem te ondersteunen. In 1944 heeft Amerika ons eigenlijk in een systeem gepraat. In Bretton Woods. Amerika was overwinnaar uit de Tweede Wereldoorlog gekomen. En die stelde een systeem voor. Laten we nou goud vervangen als anker voor het systeem door de dollar. Ja. Dan beloven wij jullie dat die dollar altijd ingeruild mag worden tegen goud. En onder die belofte hebben we dat geaccepteerd. In de jaren 60 zet Amerika de geldkraan aan om de Vietnamoorlog te financieren. En toen zijn landen zoals Frankrijk, Engeland en ook Nederland, die zijn dat goud op gaan vragen. Als gevolg daarvan heeft Amerika in 1971... die dollar-goudkoppeling los moeten laten. Sindsdien is die dollar ongedekt. En wat er is gebeurd, is dat Amerika sindsdien echt die goud bestrijdt. Goud is de vijand geworden. De dollar moet weer geloven. Die dollar is ongedekt. En sindsdien voert Amerika een strijd. Nou, ik betoog in tientallen pagina's met heel veel rapporten en uitspraken dat het niet mijn theorie is, maar dat er voldoende over bekend is onder historici. En die war on gold, die beschrijf ik al 12 jaar. En opvallend is dat nu China en Rusland zich openlijk eigenlijk uitlaten over die war on gold. Die zeggen openlijk nu dat Amerika een soort rookgordijn over goud heeft gespannen en net doet alsof goud niet meer van belang is. Maar dat goud nog steeds van belang is. En dat zal blijken ook bij zo'n komende herschikking van het financiële systeem. Maar als je nou kijkt naar bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank, de Nederlandse Centrale Bank. Wat zou het belang zijn van de Nederlandse Centrale Bank om mee te werken aan een systeem dat de goudprijs drukt? Nou, wij zijn onderdeel van een dollarsysteem. Wij hebben vergaande samenwerksverbanden met Amerika. We zijn rijk geworden door dat dollarsysteem te gebruiken. Door geld te investeren in dat papieren dollarsysteem. Je moet niet vergeten dat wereldwijd centrale banken altijd hebben samengewerkt. Maar er komen nu een aantal nieuwe partijen, een paar new kids on the block. Met name is dat China. Ja. En als je kijkt naar China, laten we eens kijken naar de goudimporten van China. Sinds de kredietcrisis zien we dat China enorm veel goud aan het kopen is. Maar vooral China is
vooral heel veel goud aan het kopen sinds de goudprijs is gaan dalen. Begin 2011 begon die dalen van de goudprijs. Dus goud vanaf dat moment zie je in één keer die goudprijs ik hoop omhoog schieten. Of die inkopen omhoog schieten. Ja, ik hoop dat ze het in beeld kunnen brengen. En dan zie je die importen, dat zijn de maandelijkse importen van China en goud voor China. Dat gaat dus om 100 ton, meer dan 100 ton per maand. En dat is met name begonnen toen die goudprijs onder naar beneden begon te dalen. En waarom? Nou, China heeft altijd gezegd, wij willen een grote goudvoorraad opbouwen. Hebben ze vroeger ook gehad. Is ooit verdwenen, omdat Japanners die beslag hebben genomen voor de Tweede Wereldoorlog. Chiang Kai-shek vluchtte met een hoop goud en zilver naar Taiwan. Ja. China is nu opnieuw die goudvoorraad aan het opbouwen, omdat China zegt, dat is belangrijk voor die volgende fase van het systeem. En ze gebruiken dus die daling van de goudprijs van de laatste 2 jaar steeds meer te gaan kopen. Je zegt nu iets belangrijks. Het is belangrijk voor de volgende fase van het systeem. Ja. Dat impliceert dat er een soort van afspraak is tussen de economische blokken in de wereld. Dat we dingen in de toekomst volgens een bepaalde route gaan veranderen. Daar lijkt het erg op. Ik moet nu een beetje uitkijken wat ik zeg, want dit is niet helemaal duidelijk. Maar wat ik in mijn boek doe, dat is het laatste hoofdstuk, dat heet de Big Reset. In het laatste hoofdstuk leg ik eigenlijk alle aanwijzingen achter elkaar van wat bepaalde mensen hierover hebben losgelaten. En het is heel moeilijk om hier iets over te vinden, want zolang plan A functioneert, wat is plan A? Waar we nu in zitten, het systeem waar we nu in zitten, kan je het niet over plan B hebben, want dan verdwijnt het vertrouwen in plan A. Maar als je goed zoekt in academische studies, in een aantal mensen als James Rickards, die een Amerikaanse Wall Street insider is, zijn boek In Currency Wars vrij veel heeft verteld daarover. Hij heeft ooit Financial War Games gespeeld, de Pentagon. Nou, als je al die snippers, die kruimels achter elkaar legt, dan ontstaat er een beeld. En dat beeld leidt ertoe dat ik denk dat we voor 2020 overgaan eigenlijk naar een nieuwe wereldreservemunt. Waarom? Dus de dollar, omdat de dollar nu aan het einde van haar mogelijkheden komt. Hè, die schulden, die staatsschuld in de VS, die loopt te hard op om een betrouwbare store of value te zijn voor landen zoals China om hun vermogen in te bewaren. Hè. Dat zegt ook China luid en duidelijk. Die dollar is gewoon niet meer betrouwbaar. Dus we hebben een nieuwe wereldreservemunt nodig om mondiaal mee af te rekenen, om de olie in af te rekenen. En waarom zouden de Amerikanen daaraan meewerken? Want dat betekent dat ze internationaal economisch aan macht gaan inboeten. Ja. Ze gaan de macht inboeten, maar ze gaan niet de macht verliezen. Dus dit is een idee, dit is een systeem wat in Amerika wordt uitgedacht, wat door het IMF zal worden voorgesteld en uitgerold. Waarbij de dollar nog steeds een belangrijk onderdeel is van die wereldmunt. Die nieuwe wereldmunt gaat waarschijnlijk de SDR, de Special Drawing Right van het IMF worden. Ja? IMF heeft in de jaren 60 een soort IMF-geld gecreëerd, dat kunnen we daarvoor gebruiken. En wat een hoop mensen nu denken is dat China, Europa, Japan en Amerika gezamenlijk hun munten inbrengen, gezamenlijk hun goudvoorraad inbrengen, om dan eigenlijk een nieuwe basis onder, een nieuw fundament onder. Wie heeft de lead in dat project? IMF. Dat is heel duidelijk. Ik heb 250 voetnoten. Als je ze allemaal goed bekijkt en naar de rapporten gaat, het is eigenlijk allemaal opgeschreven. Ja, het klinkt een beetje alsof jij in jouw boek een soort van wereldwijd complot onthult. Het is meer een plan. Het is meer een plan. Het is geen complot, het is een plan. Maar het feit dat jij dat uit openbare bronnen haalt, dat geeft eraan dat het ook wel common knowledge is. Nee, waarom knettert die goudprijs dan niet naar de $4,000 of $5,000? Waarom zien we in markten op dit moment niks bewegen wat daarop lijkt? Nou ja, als je goed kijkt wat er gebeurt op die goudmarkt. Iedereen zei, die goudprijs gaat onder de $1,000. Hè? Ja. Goud is uitgespeeld. We staan weer op $1,300. Ja. De verkopers stijgen. Maar ik heb je ook horen zeggen, we gaan naar de 2000 en we gaan naar de 4000. Daar zijn we nog steeds niet. Nee, maar ik blijf zeggen, ik zeg het ook in het boek, binnen voor het einde van dit jaar zijn we weer terug, ver boven de 1500 waarschijnlijk, in de buurt van de $2,000. Mm-hmm. Dan in 2015 gaan we naar de $3,000. En later, tussen 2015 en 2020, verwachten mensen die er nog veel meer weten dan ik, dat die goudprijs uit gaat komen ergens tussen de $5,000 en $7,000. Want als je het goud op de balans revalueert naar zo'n hoge waarde, Amerika waardeert haar goud nu op $42 per ounce, de historische kostprijs, dan kan je dus aan de andere kant van de balans heel veel waarde creëren. En dat zou heel goed onderdeel kunnen zijn van zo'n grote reset. Dus een revaluatie van goud, een devaluatie van geld. Mm-hmm. En dat is een manier waarop in het verleden, in de jaren 30, is zo ook Amerika uit problemen gekomen. Mm. Het is een bekende truc die je toe kan passen, maar je past hem alleen toe als het echt nodig is, als het echt niet meer anders kan. Okay. Je weet dat mensen financiële beslissingen nemen op basis van wat jij schrijft en vertelt. Nou, ik doe het zelf ook. Ik bestudeer dit omdat ik er zelf naar investeer, naar handel. I put my money where my mouth is. Ja. Is natuurlijk een commercieel belang. Daarom ben ik ook zo actief. Ik investeer erin, maar als ik er niet in zou geloven, zou ik dat niet doen. En als ik fout zit met mijn analyses, dan snijd ik mezelf heel diep in de vingers. Okay. We moeten hierbij laten. Dankjewel. Dank. Wie wil weten
hoe het allemaal in elkaar zit. The Big Reset, dus door Willem Middelkoop. Dag. Dan ontstaat er een beeld. En dat beeld leidt ertoe dat ik denk dat we voor 2020 overgaan eigenlijk naar een nieuwe wereldreservemunt. Waarom? Dus de dollar, omdat de dollar nu aan het einde van haar mogelijkheden komt. Hè, die schulden, die staatsschuld in de VS, die loopt te hard op om een betrouwbare store of value te zijn voor landen zoals China om hun vermogen in te bewaren. Hè. Dat zegt ook China luid en duidelijk. Die dollar is gewoon niet meer betrouwbaar. Dus we hebben een nieuwe wereldreservemunt nodig om mondiaal mee af te rekenen, om de olie in af te rekenen. En waarom zouden de Amerikanen daaraan meewerken? Want dat betekent dat ze internationaal economisch aan macht gaan inboeten. Ja, ze gaan de macht inboeten, maar ze gaan niet de macht verliezen. Dus dit is een idee, dit is een systeem wat in Amerika wordt uitgedacht, wat door het IMF zal worden voorgesteld en uitgerold, waarbij de dollar nog steeds een belangrijk onderdeel is van die wereldmunt. Die nieuwe wereldmunt gaat waarschijnlijk de SDR, de Special Drawing Right van het IMF worden. Ja? IMF heeft in de jaren 60 een soort IMF-geld gecreëerd, dat kunnen we daarvoor gebruiken. En wat een hoop mensen nu denken is dat China, Europa, Japan en Amerika gezamenlijk hun munten inbrengen, gezamenlijk hun goudvoorraad inbrengen, om dan eigenlijk een nieuwe basis onder, een nieuw fundament onder. Wie heeft de lead in dat project? IMF. Dat is heel duidelijk. Ik heb 250 voetnoten. Als je ze allemaal goed bekijkt en naar de rapporten gaat, het is eigenlijk allemaal opgeschreven. Ja, het klinkt een beetje alsof jij in jouw boek een soort van wereldwijd complot onthult. Het is meer een plan. Het is meer een plan. Het is geen complot, het is een plan. Maar het feit dat jij dat uit openbare bronnen haalt, dat geeft eraan dat het ook wel common knowledge is. Nee, waarom knettert die goudprijs dan niet naar de $4,000 of $5,000? Waarom zien we in markten op dit moment niks bewegen wat daarop lijkt? Nou ja, als je goed kijkt wat er gebeurt op die goudmarkt. Iedereen zei, die goudprijs gaat onder de $1,000. Hè? Ja. Goud is uitgespeeld. We staan er weer op $1,300. Ja. De verkopers stijgen. Maar ik heb je ook horen zeggen, we gaan naar de 2000 en we gaan naar de 4000. Daar zijn we nog steeds niet. Nee, maar ik blijf zeggen, ik zeg het ook in het boek. Voor het einde van dit jaar zijn we weer terug. Ver boven de 1500, waarschijnlijk in de buurt van de $2,000. Mm-hmm. Dan in 2015 gaan we naar de $3,000. En later, tussen 2015 en 2020, verwachten mensen die er nog veel meer weten dan ik dat die goudprijs uit gaat komen ergens tussen de $5,000 en $7,000. Want als je het goud op de balans revalueert naar zo'n hoge waarde, Amerika waardeert haar goud nu op $42 per ounce, de historische kostprijs, dan kan je dus aan de andere kant van de balans heel veel waarde creëren. En dat zou heel goed onderdeel kunnen zijn van zo'n grote reset. Dus een revaluatie van goud, een devaluatie van geld. Mm-hmm. En dat is een manier waarop in het verleden, in de jaren 30, is zo ook Amerika uit problemen gekomen. Hm. Het is een bekende truc die je toe kan passen, maar je past hem alleen toe als het echt nodig is, als het echt niet meer anders kan. Je weet dat mensen financiële beslissingen nemen op basis van wat jij schrijft en vertelt. Nou, ik doe het zelf ook. Ik bestudeer dit omdat ik er zelf naar investeer, naar handel. I put my money where my mouth is. Naar een nieuwe wereldreservemunt. Waarom? Dus de dollar, omdat de dollar nu aan het einde van haar mogelijkheden komt. Hè, die schulden, die staatsschuld in de VS, die loopt te hard op om een betrouwbare store of value te zijn voor landen zoals China om hun vermogen in te bewaren. Hè. Dat zegt ook China luid en duidelijk. Die dollar is gewoon niet meer betrouwbaar. Dus we hebben een nieuwe wereldreservemunt nodig om mondiaal mee af te rekenen, om de olie in af te rekenen. En waarom zouden de Amerikanen daaraan meewerken? Want dat betekent dat ze internationaal economisch aan macht gaan inboeten. Ja, ze gaan aan macht inboeten, maar ze gaan niet de macht verliezen. Dus dit is een idee, dit is een systeem wat in Amerika wordt uitgedacht, wat door het IMF zal worden voorgesteld en uitgerold, waarbij de dollar nog steeds een belangrijk onderdeel is van die wereldmunt. Die nieuwe wereldmunt gaat waarschijnlijk de SDR, de Special Drawing Right van het IMF worden. Ja? IMF heeft in de jaren 60 een soort IMF-geld gecreëerd, dat kunnen we daarvoor gebruiken. En wat een hoop mensen nu denken is dat China, Europa, Japan en Amerika gezamenlijk hun munten inbrengen, gezamenlijk hun goudvoorraad inbrengen, om dan eigenlijk een nieuwe basis onder, een nieuw fundament onder het systeem. Wie heeft de lead in dat project? IMF. Dat is heel duidelijk. Ik heb 250 voetnoten. Als je allemaal goed bekijkt en naar de rapporten gaat, het is eigenlijk allemaal opgeschreven. Ja, het klinkt een beetje alsof jij in jouw boek een soort van wereldwijd complot onthult. Het is meer een plan. Het is meer een plan. Het is geen complot, het is een plan. Maar het feit dat jij dat uit openbare bronnen haalt, dat geeft eraan dat het ook wel common knowledge is. Nee, waarom knettert die goudprijs dan niet naar de $4,000 of $5,000? Waarom zien we in markten op dit moment niks bewegen wat daarop lijkt? Nou ja, als je goed kijkt wat er gebeurt op die goudmarkt. Iedereen zei, die goudprijs gaat onder de $1,000. Hè? Ja. Goud is uitgespeeld.
We staan weer op $1,300. Ja. De verkopen stijgen. Maar ik heb je ook horen zeggen, we gaan naar de 2000 en we gaan naar de 4000. Daar zijn we nog steeds niet. Nee, maar ik blijf zeggen, ik zeg het ook in het boek. Binnen, voor het einde van dit jaar zijn we weer terug. Ver boven de 1500 waarschijnlijk, in de buurt van de $2,000. Mm-hmm. Dan in 2015 gaan we naar de $3,000. En later, tussen 2015 en 2020, verwachten mensen die er nog veel meer weten dan ik, dat die goudprijs uit gaat komen ergens tussen de $5,000 en $7,000. Want als je het goud op de balans revalueert naar zo'n hoge waarde, Amerika waardeert haar goud nu op $42 per ounce, de historische kostprijs, dan kan je dus aan de andere kant van de balans heel veel waarde creëren. En dat zou heel goed onderdeel kunnen zijn van zo'n grote reset. Dus een revaluatie van goud, een devaluatie van geld. Mm-hmm. En dat is een manier waarop in het verleden, in de jaren 30, is ook Amerika uit problemen gekomen. Mm. Het is een bekende truc die je toe kan passen, maar je past hem alleen toe als het echt nodig is, als het echt niet meer anders kan. Je weet dat mensen financiële beslissingen nemen op basis van wat jij schrijft en vertelt. Nou, ik doe het zelf ook. Ik bestudeer dit omdat ik er zelf naar investeer, naar handel. I put my money where my mouth is. Ja. Is natuurlijk een commercieel belang. Daarom ben ik ook zo actief. Ik investeer erin, maar als ik er niet in zou geloven, zou ik dat meer geld te creëren, lees schulden te creëren. Dus we hebben de schuldenberg groter gemaakt. Hetzelfde als dat je een oliebrand probeert te blussen door er alleen maar olie op te gooien. Hm. Het is geen oplossing van het echte probleem. Oké, nu heb ik altijd geleerd dat schulden op zich niet zo'n probleem is, zolang ze maar betaalbaar blijven. De rente is laag. Juist. En daardoor hebben we het beeld kunnen creëren, vooral naar het grote publiek toe, dat dit hanteerbaar is. Dat we ons uit de problemen kunnen groeien. Is dat niet zo dan? Nee, er is net een hele belangrijke studie verschenen door het IMF. Wel vind ik een onverdachte bron. En daarin beweren twee hele vooraanstaande economen, Rogoff en Reinhardt. Mm. Die hebben zich echt verdiept in financiële crisis, kredietcrisis. En die zeggen, er is een sfeer ontstaan in westerse economieën dat we ons uit die problemen kunnen groeien. Dat is naïef, zeggen ze. Juist doordat die schuldenbergen alleen maar zijn gegroeid. Kijk naar Japan met die schuldsituatie van meer dan 200% van bbp. Om de economie extra aan te jagen wordt er nog meer geld gecreëerd. Kijk naar Amerika. Daarom is het nodig om op een gegeven moment te komen tot een schuldsanering mondiaal. Dat is eerder gebeurd in de geschiedenis. En dat zal opnieuw nodig zijn. En hoe gaat dat er dan uitzien, een schuldsanering? Ik heb een hypotheek. Ja. En misschien heb ik wel een lening op mijn auto. En misschien heb ik nog wel een kredietje op mijn creditcard. Verdwijnt dat als sneeuw voor de zon? Je begon al te zeggen, schulden zijn niet zo'n probleem. Hè, als ze maar hanteerbaar zijn. Er is nog iets heel bijzonders aan schulden. Schulden bestaan alleen in de boeken, in het systeem. Laat mij zien waar fysiek de schuldenberg ligt. Dus het is heel eenvoudig, technisch heel eenvoudig, om schuld uit de boeken te schrappen. Enig probleem is dat je aan de andere kant van de balans het spaargeld en het pensioengeld bijvoorbeeld dan ook weg moet schrappen. Ja. En daar wordt die bail-in regelgeving nu eigenlijk mondiaal uitgerold. Er wordt toegewerkt naar een moment, na 2015, dat een deel van het spaar- en pensioengeld gebruikt kan worden om die schuldenberg kleiner te maken. Ja, maar waarom zou je dat doen? Want dan breng je mensen in de problemen. Omdat simpelweg we in een situatie komen dat de schuldenberg eigenlijk niet nog verder kan groeien zonder het gevaar te lopen dat mensen het vertrouwen in geld beginnen te verliezen. Okay, laten we eens kijken naar de schulden van de VS bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld als we die in beeld kunnen brengen, de schuldenopbouw van de VS. We weten dat de Federal Reserve, die creëert 1000 miljard per jaar, hè, 85 miljard per maand, wordt dan nu wat minder. En dat leidt ertoe dat die staatsschuld zo'n 1000 miljard per jaar stijgt. Dit is een parabolische beweging, dat is exponentiële groei. Elke wiskundige, natuurkundige, statisticus weet, daar kan je niet onbeperkt mee door blijven gaan. Ja. Dus er moet iets gebeuren. Japan hetzelfde verhaal. In Europa hebben we onze eigen problemen. Dus zou Europa ook goed uitkomen met een soort grote schoonmaak, een herkapitalisering van de banken, met name in de zuidelijke landen, te realiseren. Dat ze allemaal in zo'n grote reset kunnen worden toegepast. Ja, maar hoe zie je dit dan voor je? Stel, ik volg even jouw lijn. Stel dat dat gaat gebeuren. Tegenover iedere schuld die een overheid heeft, of een particulier, whatever, staat natuurlijk iemand. Een VS die loopt te hard op om een betrouwbare store of value te zijn voor landen zoals China om hun vermogen in te bewaren. Hè. Dat zegt ook China luid en duidelijk. Die dollar is gewoon niet meer betrouwbaar. Dus we hebben een nieuwe wereldreservemunt nodig om mondiaal mee af te rekenen, om de olie in af te rekenen. En waarom zouden de Amerikanen daaraan meewerken? Want dat betekent dat ze internationaal economisch aan macht gaan inboeten. Ja,
ze gaan de macht inboeten, maar ze gaan niet de macht verliezen. Dus dit is een idee, dit is een systeem wat in Amerika wordt uitgedacht, wat door het IMF zal worden voorgesteld en uitgerold, waarbij de dollar nog steeds een belangrijk onderdeel is van die wereldmunt. Die nieuwe wereldmunt gaat waarschijnlijk de SDR, de Special Drawing Right van het IMF worden. Ja? IMF heeft in de jaren 60 een soort IMF-geld gecreëerd, dat kunnen we daarvoor gebruiken. En wat een hoop mensen nu denken is dat China, Europa, Japan en Amerika gezamenlijk hun munten inbrengen, gezamenlijk hun goudvoorraad inbrengen, om dan eigenlijk een nieuwe basis onder, een nieuw fundament onder. Wie heeft de lead in dat project? IMF. Dat is heel duidelijk. Ik heb 250 voetnoten. Als je ze allemaal goed bekijkt en naar de rapporten gaat, het is eigenlijk allemaal opgeschreven. Ja, het klinkt een beetje alsof jij in jouw boek een soort van wereldwijd complot onthult. Het is meer een plan. Het is meer een plan. Het is geen complot, het is een plan. Maar het feit dat jij dat uit openbare bronnen haalt, dat geeft eraan dat het ook wel common knowledge is. Nee, waarom knettert die goudprijs dan niet naar de $4,000 of $5,000? Waarom zien we in markten op dit moment niks bewegen wat daarop lijkt? Nou ja, als je goed kijkt wat er gebeurt op die goudmarkt. Iedereen zei, die goudprijs gaat onder de $1,000. Hè? Ja. Goud is uitgespeeld. We staan er weer op $1,300. Ja. De verkopers stijgen. Maar ik heb je ook horen zeggen, we gaan naar de 2000 en we gaan naar de 4000. Daar zijn we nog steeds niet. Nee, maar ik blijf zeggen, ik zeg het ook in het boek. Voor het einde van dit jaar zijn we weer terug. Ver boven de 1500, waarschijnlijk in de buurt van de $2,000. Mm-hmm. Dan in 2015 gaan we naar de $3,000. En later, tussen 2015 en 2020... verwachten mensen die er nog veel meer weten dan ik dat die goudprijs uit gaat komen ergens tussen de $5,000 en $7,000. Want als je het goud op de balans revalueert naar zo'n hoge waarde, Amerika waardeert haar goud nu op $42 per ounce, de historische kostprijs, dan kan je dus aan de andere kant van de balans heel veel waarde creëren. En dat zou heel goed onderdeel kunnen zijn van zo'n grote reset. Dus een revaluatie van goud, een devaluatie van geld. Mm-hmm. En dat is een manier waarop in het verleden, in de jaren 30, is zo ook Amerika uit problemen gekomen. Hm. Het is een bekende truc die je toe kan passen, maar je past hem alleen toe als het echt nodig is, als het echt niet meer anders kan. Je weet dat mensen financiële beslissingen nemen op basis van wat jij schrijft en vertelt. Nou, ik doe het zelf ook. Ik bestudeer dit omdat ik er zelf naar investeer, naar handel. I put my money where my mouth is. Ja. Is natuurlijk een commercieel belang. Daarom ben ik ook zo actief. Ik investeer erin, maar als ik er niet in zou geloven, zou ik dat niet doen. En als ik fout zit met mijn analyses, dan snij ik mezelf heel diep in de vingers. Oké. We moeten hierbij laten. Dankjewel. Bedankt. Wie wil weten?